Hi, hi, dit wordt een liefdesreading voor het teken van Waterman, lieve Waterman. Ik hoop dat het goed met je gaat. Kijk ook je maanascendant in je vingers steken. Laat los als het niet past. Niet iedereen loopt natuurlijk op dezelfde energie, maar readings zijn tijdloos. En ik ga eens kijken. Ook iedereen bedankt voor de lieve berichtjes, de likes en de nieuwe abonnees. Welkom natuurlijk. En eens kijken, wat mag ik ontvangen? Voor de Waterman. Mysterie en kwartje lastig. Deze heb ik zo vaak gehad. Tenminste deze kaart in 3 readingen vandaag. Of misschien wel 4. Alles is een mysterie. Je bent op zoek naar antwoorden is wat ik zie. Er komen bepaalde antwoorden aan. Alleen geduld is een schone zaak is wat ik zie. Dus er is iets wat je mag gaan accepteren is wat ik voel. En daarmee eigenlijk op je gevoel gaan vertrouwen. Dus de angsten die je hebt ook onder ogen zien. Oké. De Lovers, wauw. Ja, je staat voor een keuze, lijkt het wel. Het kan zijn dat je met een spirituele verbintenis te maken hebt. Ja, waarin jij misschien antwoorden zoekt. Wat mag ik weten als uitdaging? Wat is een uitdaging? Ja. Antwoorden. En de 5 van Cups. Het kan zijn dat je het voelt of er een soort van verlies is. Misschien ben je te veel gefocust op een situatie wat jouw pijn heeft gedaan, wat verspeeld lijkt. Maar ik zie de 2 Cups overeind. Je bent op zoek naar helderheid, maar op dit moment heb je die waarschijnlijk nog niet. Maar het heerst wel in je energie. Dus blijf niet treuren over wat er is geweest. Maar ja, hetgeen wat verloren is, is waarschijnlijk niet verloren. Of er is iets beters op je pad. Let wel voor sommigen. Er komt... Ja, ik ben echt op zoek naar helderheid, naar antwoorden, bepaalde inspiratie of ideeën lijkt het wel. Wat mag ik nog meer ontvangen? Oeps, dat zijn er heel veel. Ga even spieken, dat wel. De 7 van Pentakels. De Hierofant. En de Temperance. Oké. Oeps. Wat heb ik hier? De Koning van Staven. Oeps, de kan te maken hebben dat je met een energie te maken hebt. Ja, de Empress en de Ster. Zal ik ze pakken of niet? Doe ze even terug. Maar wat ik al zei, er is ergens verliefde. Er is iemand die veel aantrekkingskracht tot je heeft. Het kan een vuurelement zijn. Leeuw, boogschutter of ram. Iemand is een mannetje. Iemand die... trots is. Iemand die weet wat hij wil. Iemand die voor actie en avontuur houdt. Charismatisch is. En dan heb ik hier de 8 van Cups. Het kan zijn dat er iets is. Ja, en dan heb ik hier de Fool. Het kan zijn dat iemand... Het lijkt of is de passie eruit. En sta je op het punt om eigenlijk iets los te laten. Het kan ook zijn dat iemand deze connectie probeert los te laten. Maar ik ga eens verder kijken. Op weg naar de zon, zeg ik altijd. Het kan zijn dat je niet vervuld bent of dat er een situatie is waarin jij niet tevreden bent. Eens kijken. Bepaalde helderheid komt eraan. Oké. Oeps, weer heel veel energie. Wat mag ik weten? Oeps, de duivel. Oké. Er is een soort van toxiciteit, hoeft niet, maar kan ook overmatige denken zijn, situaties, personen. Ik zie nog wel victory. Dus er is victory. Maar samen met, wauw, de chariot en de 9 van zwaarden. Jij ligt wakker over iets. Je kan niet slapen of misschien dat iemand anders dit is in jouw energie. Maar je bent op zoek naar victory. Maar je weet op dit moment niet goed waar je staat. De wereld is nodig om een soort van completion te krijgen. Ja, en de Lovers alweer. Dus er is nog veel liefde is wat ik voel. Alleen... je zou het zelf ook mogen voelen. Het kan zijn dat je de kracht een beetje kwijt bent. Maar er is iets wat je mag gaan losbreken, is wat ik zie. Dit kunnen jouw gedachten zijn. Dit kan codependency zijn. Voor iedereen kan dit verschillend zijn. Overmatig denken is wat ik eigenlijk wel een beetje voel. Dan mag je hiervan losbreken. Want er is een intense connectie wat ik al voelde met de Lovers hier. En ik heb deze ook eerder in al mijn readings gehad. Deze 2 kaarten komen steeds weer samen naar voren. Of tenminste... in de energie. Eens kijken, wat mag ik weten over die 5 van Cups? De Koningin van Cups. Ja, je hebt veel liefde.
En ik zie hier nog liefde overeind staan. Een aas van cups. Wat mag ik nog meer weten? Maar het lijkt wel of er iets is verspeeld als ze voelt het. En je hebt het idee dat je ja, mag doorgaan. Op weg naar iets beters of op weg naar die wat verspeeld is. Misschien niet verspeeld is, maar er is even rust nodig in deze situatie. Wat mag je weten over die helderheid? Ja, de page van Pentakels. Ja, dus een nieuw begin. Maar je bent gekwetst, is wat ik voel. Of het is een persoon, de koning weer van staven. Het kan zijn dat je gekwetst bent of dat er iets waar je niet tevreden over bent. Iemand heeft je gekwetst of het voelt zo. Het kan ook zijn dat het een persoon is die gekwetst is. Let wel. Maar in ieder geval zie ik nog wel dat er twee cups overeind staan. Alleen er zouden bepaalde duidelijkheden mogen komen. En vandaar die mysterie ook. Het is voor jou nu op dit moment een mysterie. En bent op zoek naar antwoorden, naar helderheid, naar rust. Wat mag ik weten over die koning van staven die hier ligt? De vier van pentakels en de ridder van staven. Iemand of zwaarden. Iemand is op zoek naar antwoorden. Iemand houdt zijn of haar gevoel vast, is wat ik zie. Maar ik heb het gevoel dat je op een, ja, wat ik al zei, op zoek naar antwoorden bent. Iemand houdt iemand in de gaten. Je bent op zoek naar bepaalde antwoorden, hoe deze persoon zich misschien voelt. Of je bent zelf degene die zich vasthoudt. Maar ik zie dat iemand nog in zijn of haar hart heeft. Alleen mag je misschien op details gelet. Het kan zijn dat er een bericht komt of dat er een bericht is gekomen wat een beetje onstuimig voelde. Maar iemand houdt zijn gevoel vast. Dat is wat ik zie. Terwijl ik wel veel passie zie. Dus er is veel passie. Maar ik heb het gevoel dat als hij geen antwoorden krijgt, dat er iemand wegloopt. Oké. De magier. Oké, veel aantrekkingskracht. De zes van cups. Oeps. En de tien van zwaarden. Je hebt met karmische delen te maken gehad. En dan zie ik hier de twee van cups en de fool. Oké, en daaronder weer de vijf van cups. Er zijn bepaalde karmische lessen die je mag gaan leren, lieve waterman. Wat ik al zei, jij bent degene die iets kan creëren, mits jij natuurlijk wel uit deze energie komt. Want het voelt wel of is er niks verspeeld, maar je zoekt een soort victory, vooruitgang in een situatie. En daarvan zou je eerst lessen mogen leren. Want met deze kaart, dit is een 10 en een 10 is een eind. Een eind van iets. Dus je mag een einde maken aan iets wat misschien verspeeld leek, maar wat eigenlijk misschien tot iets beters gaat leiden. Dus ook al voelt het als een verlies voor je, ik zie wel met de magier dat er iets... Wat, je kan iets creëren, is wat ik voel. Wat mag ik weten over die magier nog? Ja, de toren omgekeerd. Dus je zit midden in een transformatie. Spirit zorgt er eigenlijk voor dat er misschien plotseling iets op je pad gaat komen wat wordt geëindigd. Dus misschien eindiging aan bepaalde onvervulde gevoelens of emoties. Dus het is tijd door deze chaotische tijd die je misschien voelt, die cups die misschien voor jou voelen als verspeeld, daar een soort van weg in te vinden. Dus een einde te maken aan, ja, aan pijn. Pijn die je misschien jezelf aanpraat of waar je 's nachts van wakker ligt met de duivelkaart. Dus misschien dat bepaalde gedachtengangen jij maar gaan loslaten. Mag ik nog meer weten over de duivel? Twee van pentakels. Ja, dus je jiggelt. Moet ik iets loslaten? Moet ik het weer naar voren halen? Dus je bent echt aan het wikken en wegen. De ene keer voel je je zo, de andere keer weer zo. En ja, dat kan voor jou toxisch aanvoelen of dat gaat toxische gedachten met jou meebrengen. Dus daardoor kan je soms dingen niet meer helder voelen, lijkt het wel. Wat mag ik nog een beetje? Ja, vooruitgang zien. Dus je mag die gedachten van jou mag je loslaten. Kijk, wat ik al zei. Dus bepaalde gedachtengang mag je loslaten. Want ik heb hier de 10 van pentakels. Zodra je uit je hoofd komt, je bent natuurlijk lucht, zul je ook zien dat, dat er weer vooruitgang komt in je leven. Dat er weer een nieuwe kans is op weg naar stabiliteit. Maar eerst zou je oude pijn die jij misschien hebt meegemaakt, wat jou misschien triggert bij een persoon, of misschien weer het zelf, omdat je al veel hebt meegemaakt, veel pijn hebt geleden, dat jij dat... Dat je alles ziet, of is het verspeeld? Ja, kijk.
De aas van pentakels. Er komt weer communicatie aan. Dat is wat ik zie. Iets wat jou heel gelukkig gaat maken. Het kan misschien chaotisch voelen. Maar zodra jij de keuze maakt om uit je hoofd te komen. En uit die angsten. Dus het kan zijn zelfs dat je er niet van kan slapen. Zodra je je eigenlijk beter gaat voelen. En ja, je gedachten echt op nul zet. Is wat ik voel. Dat er gewoon, ja, de 10 van pentakels, dat is de allermooiste, een van de allermooiste kaarten uit trouw, samen met de zon. En ik heb hier een nieuw pad, ik heb de chariot, ik heb hier de aas van cups ook nog en de ster. En dan een beetje chaotisch, maar wel, ja, het is belangrijk om jouw gedachten niet op hol te laten slaan. Dus blijf ook rustig in deze situatie, want het is waarschijnlijk niet zo erg zoals het is, maar doordat jij veel hebt meegemaakt, kan het voor jou chaotisch aanvoelen als jij niet bepaalde helderheid hebt. Dus kan zijn dat iemand jou niet helemaal alles vertelt en dat verwacht je misschien wel. Maar ik heb hier de ster en wissel veel, want je bent ook aan het wensen. Dus jij bent de ster in je eigen leven en dus zet jezelf ook op de eerste plek. Zodra je dat gaat doen en je emoties eigenlijk balanceert, zul je ook zien dat er heel veel op je pad gaat komen, mits jij dus die duivel in jezelf misschien verslaat of misschien je gedachten. Eens kijken wat ik nog meer mag ontvangen. Oeps. Ja, kijk dan. Ja, sluit je ogen en vertel jezelf wat je verdient. Wat ik al zei, je gedachten zijn kracht. Zodat je ook weer vreugde in je leven kan krijgen. Het is belangrijk om bepaalde situaties los te laten, zodat jij jezelf weer goed gaat voelen. En ik heb hier een nieuw begin. Een nieuw avontuur wacht op je. Embrace it. En je zult ook zien dat alles gaat veranderen. En dat heb ik hier natuurlijk. Ik heb hier 2 nieuwe beginnen. Ik heb hier stabiliteit. Ik heb hier een wens. Dus zodra jij het pijn en verdriet wat jij nog met je meesleept uit karmische delen loslaat, kun je ook alles creëren wat je wilt. Mits jij dat ook gelooft. Hè? Dit is de magie. Dit is iemand die daadkracht, die alles kan manifesteren wat je wilt. Maar daarvoor zou je wel dus echt uit je hoofd mogen komen, is wat ik voel. En ik heb hier al, ja, soulmate. Dus er is waarschijnlijk een soulmate in je energie. Alleen ja, het is belangrijk om niet te doen denken. Dus laat ook los. En je zult ook zien dat leven is een mysterie. Het leven kan je niet altijd bepalen, sommige situaties. Tenminste, niet wanneer jij het wil. En daardoor ga je misschien ook overdenken. Dit is wat ik voor jou heb, lieve waterman. Mocht het resoneren, laat het me weten. Ik wens je al het goeds. En tot snel. Doeg!